We staan hier in Kagevenne bij Senne Vets. Senne, jij bent volgend jaar tweedejaars nieuweling. Hoe zijn de prestaties dit jaar verlopen? Ja, ça va, maar nog niet echt hoe dat moet. Allee, een paar goede uitslagen en tijdrijden, maar ik rijd soms nog heel zonder tactiekkoers en dan ben je op het einde van de koers helemaal leeg en heb je geen uitslag, maar uiteindelijk zijn we dan goed bezig, maar dat slagen ontbreken nog. En waarom juist ben je goed in tijdrijden, alleen tegen anderen? Ja, ik kan vooral hard rijden, maar ik ben niet super explosief in de sprint. En dan, in andere koersen is het soms iets moeilijker en een tijdrijden komt er gewoon vanzelf uit. Maar ja, dat komt nog wel terug. Allee, dat komt wel goed. Speelt de ploegentactiek dan geen rol in de wedstrijd? Of, Jawel, maar soms rijd ik veel te veel een aanval en dan veel te vroeg ook, zonder na te denken. En dan ben ik op het einde leeg en dan heb je geen uitslag. Als ik het goed begrijp, is er dan geen ploegtactiek die vooraf besproken wordt? Of hoe moet ik het mij voorstellen? Jawel, sowieso wel, maar het is vooral. Ik luister er soms. Ik luister nog niet soms genoeg naar Gunther die wijze raad geeft. En soms denk ik toch zelf beter te weten, maar uiteindelijk is dat toch niet waar. En dan loopt je wel eens met je kop tegen de muur. Je zit wel in een goed team bij Maas Glabbeek. Ik denk ook de omkadering is heel goed. Ben je tevreden? Ja, ik ben heel tevreden bij Maas. Het is echt familie. Iedereen is er voor elkaar altijd. Ook als het minder gaat, als je een paar slechte wedstrijden rijdt. Het is altijd hetzelfde of je goed bent of slecht bent. Het maakt allemaal niet uit. Bij Maas is het allemaal hetzelfde. En dat is plezant eraan. Volgend jaar tweedejaars nieuweling. Hoop je dan op een doorbraak of wil je nog leren? Ja, doorbraak. Ik hoop wel betere uitslagen te rijden. En misschien is een wedstrijd mee te rijden voor de overwinning. Maar ik ga nog zien hoe dat loopt. En ik kan er nu nog niet te veel mee bezig zijn. Ik ga gewoon zien dat ik in vorm ben tegen dat ik er in vorm wil zijn. En ik heb die periode goed aangestipt. Dus dat komt wel in orde. Waar hoop je dan in deze winterperiode op te trainen? Veldrijden doe je niet, dacht ik, hè? Nee, veldrijden doe ik niet. Alleen de weg. Dus, soms doe ik eens een strandrace, maar dat is nog niet. Dat is af en toe eens. Waar wordt er dan nu momenteel op getraind? Je traint in de winter toch, denk ik, hè? Ja, sowieso. Ik train 6 op 7 nu. En vooral duurtrainingen doe ik vooral. En wel explosiviteit. Ik denk dat ik zeker niet kwijtgeraak. Waar moet er dan aan geschaafd worden, volgens jou? Ja, vooral mijn explosiviteit. Dat is soms in de sprint kom ik net nog iets te kort. Maar dat komt wel goed. We hebben nog wel tijd. De vorm is zeker goed voor het moment van het jaar. Ik denk dat ik mijn beste vorm in de winter ooit al heb bereikt. Het gaat echt goed. Ik train redelijk veel en ik voel me er goed bij. Dus het komt wel goed. Hier in Kagevenne is het toch een beetje heuvelachtig om te trainen. Hè? Is het daar dan progressie in? Ja, zeker. Het is hier soms veel te heuvelachtig naar mijn goesting. Maar ja, het is wel altijd hier prachtig om te fietsen. Dus, Zijn er ploegmaats hier in de buurt waar je mee samen kan trainen? Of train je met mensen van andere teams samen? Vooral met ploegmaats Wolf Innekind. Die woont hier ook in Diest. Brian Peters, die woont dan ook. Niet zo ver, ze wonen allemaal wel redelijk in de buurt. En ik zit ook op de wielerschool, dus ik train ook vooral met die man. Wat betreft de wielerschool, komen we er juist aan. Wat is juist die wielerschool? Wat houdt dat in? Dus we hebben één dag, maandag hebben wij les in Lommel en de rest hebben wij fiets. Meer ken ik van Jens Hendrik van de Fourche. En in de namiddag gaan we altijd trainen met de groep met Annie Stevens. Dus in feite is het de bedoeling om toch door te kunnen breken later op latere leeftijd. Anders denk ik niet dat je die school gaat doen. Ja, dat is toch wel de bedoeling. Maar iedereen wil dat wel, denk ik. Alleen toch de meeste. Dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik denk wel dat dat ooit eens gaat komen. Maar het is bij mij soms iets meer, niet te snel de progressie, maar altijd. Ik blijf wel altijd progressie maken. Ik denk dat dat zeker niet slecht is. Wat betreft de studievakken, zoals een andere school? Ja. Nee, dat is niks van mij stilzitten. Nee, ja. Nee, maar ik bedoel de studievakken die je krijgt op school, dan zoals een andere school. Dat is gewoon zoals een andere school. Dat is Engels, Frans, wiskunde. Alleen vrij krijgen in de namiddag om te gaan trainen. Ja, maar dan trainen we wel. Dat is toch een groot voordeel? Dat is zeker een groot voordeel. Zeker nu in de winter krijg je niet 2 uur per dag op school in het licht. Als je thuis komt in school om 4 uur, kan ik niks meer doen. En dat is wel het voordeel dat ik nu heb. En daar voel ik ook veel progressie bij. Laatste vraagje nog naar volgend jaar toe. Waar hoop je dan te kunnen presteren? Waar hoop je stiekem op? Welke wedstrijd zou je het best mogen of moeten liggen? Buiten de tijdritten dan? Klimkoers en Herbe mogelijk ook wel zeker goed zijn. Dus er zit er een klimmertje in jou? Ja, zolang ik het op de kracht kan doen wel. Maar als het echt stijl is, dan zijn de lichtgewichten gewoon beter als mij. Maar zolang ik klimmen liggen me wel. Oké, veel succes en we hopen jou
volgend jaar ergens op een podium mogen zien. Dank je wel. Dank je wel.